Hallo mensen, welke etnische groep komt er als eerste bij je op bij een bepaald delict? Ik ga het vragen hier in de stad. Kijk mee. Ik geef je een delict, strafbaar feit. En dan welke etnische groep heb je het gevoel dat die erbij past? Oké. Okay. Zakkenrollerij. Zakkenrollerij. Dan denk je aan zigeuners vooral. Zigeuners? Zakkenrollerij. Oostblokkers. Roemenen. Bulgaren. Ik denk Oost-Europees. Zigeuners wel dan, denk ik. Zigeuners, ja. Ja. Eerwraak. Eerwraak. Ja, ik heb het wel eens gehoord bij Turkse mensen. Dat klinkt meer iets islamitisch, denk ik, voor mij. Ja, bijvoorbeeld Afghanistan, hè? Arabisch, Noord-Afrikaans, daar... Klinkt zelfs iets Arabisch in. De eerwraak komt wel in de Arabische... Arabische cultuur. Ja. Ja. De Arabische, maar we hebben het allemaal. Ik heb ook eerwraak. Ja? Dus... Kan je ook gewoon je zus vermoorden als ze zo gek doet? Nee, maar wel mijn schoonzus. Loverboy? Loverboy, dat wordt het meest geassocieerd met Marokkaans, denk ik. Wel vaak, dat ik wel merk dat er mensen met een exotisch uiterlijk wat meer voorkeur hebben. Ja, meestal. Ik denk een beetje die halfbloedjes. Ja, dan denk ik meer aan met name Marokkanen, mindere mate Turken. Loverboy. Loverboy. Ja. Wou het ook het was. Weet je dat nou? Pedofilie. 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 Oeh. Moeilijk. Alle culturen zit dat. Pedofilie. Geen idee. Nee? Nee, geen idee. Dat is algemeen. Ja? Dat is volgens mij algemeen. Pedofilie. Ja, dat... Ja. Oude mannen. Ja? Maar, welke etnische groep? Gewoon allemaal. Iedereen, joh. Viezerik toch. Pedofilie. Nederlanders. Autochtone Nederlanders. Dus autochtone Nederlanders. Ja.